De zeedonderpad, behorend tot de familie van de schorpioenvisachtigen, is een vaste bewoner van de Oosterschelde. Het hele jaar door zijn ze te vinden op het zand en tussen de oesters en stenen. Zeedonderpadden hebben geen zwemblaas. Ze kunnen zich dan ook niet uitrimmen, zoals bijvoorbeeld deze lipvis, en zwemmen dan ook meestal net boven de bodem in maar korte afstanden. Het zijn dan ook typische bodembewoners die geduldig wachten tot een prooi binnen het bereik komt. We onderscheiden twee soorten, de gewone en de groene zeedonderpad. Deze laatste is het best herkenbaar aan het draadje. Eigenlijk is het een huidflapje aan de mondhoeken. De winter is het moment dat de vrouwtjes hun eitjes afzetten. Hun buiken staan dan ook helemaal rond. De mannetjes zijn nu opvallend gekleurd om vrouwtjes aan te trekken. De eitjes worden meestal tegen of tussen een oester afgezet. Fel oranje voor de gewone zeedonderpad, wit tot geel voor de groene zeedonderpad. Zij zijn niet de enigen die in de winter voor nakomelingen zorgen. De vulk is daar al in november mee bezig, de dames komen uit de diepte omhoog en willen maar één ding, en dat is eitjes afzetten in dichte klompjes, vaak met meerdere tegelijkertijd. De slakdolf, met zijn typische houding, de staart opzij en naar voren omgeklapt tegen de kop, doet lekker mee. Zij zetten hun eitjes af in de takken van gewijsponzen. Slakdolven blijven nog een tijdje de eitjes bewaken, maar sterven dan door ontbering. Elke slakdolf heeft zijn eigen kleur en tekening. Het maakt hen goed herkenbaar. Ook de botervisjes zijn aan eitjes afzetten toegekomen. Ze verstoppen zich in een pas afgestorven oester en bewaken met zijn tweetjes de eitjes. Tussen de oester is het gemakkelijker om de klompjes eitjes dat drijft bij zich te houden en te beschermen tegen rovers. Het visje dankt zijn naam niet aan het feit dat hij naar boter smaakt, maar aan de gladde huid die met slijm bedekt is. Zeedonderpadmannetjes zijn niet zo'n goede vaders. Af en toe, maar meestal 's nachts, bewaken ze wel eens de eitjes. Sommigen bewaken zelfs de eitjes van de slakdolf. Ach, als het maar eitjes zijn. Uiteraard zijn de donderpadden niet de enige bodembewoners in deze koude wintermaanden. Rosse sterslakken zijn nu heel actief en doen zich te goed aan vele zeepokken. Maar opgelet, de slak kan ter verdediging een heel sterk zuur afscheiden. De tubularia zijn op hun mooist. Tijdens het vroege voorjaar kunnen ze hun kwetsbare tentakels niet terugtrekken in hun beschermend buisje, omdat de monddelen bedekt zijn met eitjes, waardoor de brede ringsprietslak, die deze diertjes op het menu staan heeft, zich probleemloos te goed kan doen aan de kopjes. Naast de buren zijn onder andere het ruig krabbetje. Zij verschuilen zich meestal tussen de oesters en zijn heel schuw. Het heeft zijn naam te danken aan zijn ruige uiterlijk. Het krabje is echter niet groter dan ongeveer 2 centimeter, maar is in het bezit van enkele forse scharen. De sponspootkrab, die haar naam zeker niet gestolen heeft, is vaak begroeid met broodspons en is toch vrij zeldzaam. Galatea's of oprolkreeften met hun typische lange scharen, ook zij leiden een verborgen leven tussen de oesters. De zwarte Galatea wordt de laatste jaren steeds vaker opgemerkt en blijkt zich hier heel goed thuis te voelen. Een zeldzame spinkrab. Je moet wel echt veel geluk hebben om deze krab te ontdekken. Ze is dan ook heel goed gecamoufleerd. Eremietkreeften die ruzien over de eigendomsrechten van een huisje. Net als alle andere kreeftachtigen moet hij regelmatig verschalen om te kunnen groeien. Met het verschalen groeit hij letterlijk uit zijn tijdelijke woning
zodat hij op zoek moet naar een groter huis. De vele kokerwormen zijn net bloemen die buigen in de wind wanneer de prachtige waaier openstaat, waarmee de worm zijn voedsel uit het water filtert. Ook allerlei neteldieren, zoals deze anjelieren, komen soms zo massaal voor dat ze omschreven worden als bloemkoolvelden in wit en rood. Zeedahlia's, de grootste onder de anemonen, zijn een pracht om te zien. Dodemansduim, de enige koudwaterlederkoraalsoort waarvan de lobbige uitsteeksels met wat fantasie op een misvormde hand lijken. Sierlijke slipanemonen en natuurlijk de gewone slipanemonen doen hun best om op te vallen. Vijfdradige meunen komen vaak massaal voor in de getijdenzone waar er voldoende voedsel te vinden is. Jagen doen ze meestal bij nacht. Puitalen leven zoals donderpadden tussen de stenen en oesters en zijn een van de weinige levendbarende vissen in onze contreien. Pitvissen wachten zoals het donderpad geduldig op een prooi. De rode pon is ook zo'n echte bodembewoner, die meer over de bodem loopt op zijn voorste vinstralen die hij onafhankelijk kan bewegen, dan dat hij zwemt. Als hij dan al zwemt, spreidt hij zijn prachtige gekleurde vinnen volledig open. Zelfs het langste dier op aarde heeft in de Zeeuwse wateren zijn thuis gevonden. De snoerworm, Linnaeus longissimus. Hij kan een lengte bereiken van wel 40 meter. Het rijpen van de eitjes duurt ongeveer 5 weken. Langzaam worden de eitjes transparant en kan je duidelijk de oogjes van de jonge visjes door de eiwand bewonderen. Ook de slakdolfeitjes zijn reeds zover. Bij het uitkomen zijn de visjes nog onnoogelijk klein en zodra het eitje barst, ontplooien de visjes zich en zwemmen weg. Ondertussen zijn ook de snotolven aangekomen, die vanuit de diepere wateren komen om te paaien. Ze hebben onder de buik een zuigschijf gevormd door een vergroeiing van de buikvinnen. Ze zitten dan ook graag vastgezogen op een hard voorwerp. De mannetjes zijn helemaal rood gekleurd en zoeken een goede plek uit waar ze de komst van de vrouwtjes afwachten. In tegenstelling tot de mannetjes zijn de vrouwtjes blauw-groen gekleurd. De snotolfmannetjes zijn betere vaders dan onze zeedonderpad. Zij laten de eitjes niet alleen tot ze zijn uitgekomen. De watertemperatuur is al iets aangenamer. En nu zijn het de pijlinktvissen die present geven in de Oosterschelde. Het lijken nette ruimtewezens, zoals ze af en aankomen zweven in het nachtelijke duister, met ogen blinkend in het licht van een duikerslamp. Het glas van de camera lijkt een speciale aantrekkingskracht uit te oefenen. Maar het paren en eieren afzetten zijn hun grootste bekommernis. De paring is heel erg kort. In een flits is het gebeurd. Ook het ei afzetten gebeurt heel snel. De exotisch lijkende adderzeenaald komt nu ook steeds meer voor. Grote zeenaalden zijn nu ook volop te bewonderen. Vaak verschuilen ze zich tussen wieren of zwemmen laag over de bodem. Kort daarop volgen de sepia's die hetzelfde ritueel volgen. Het paren duurt wel heel wat langer dan bij pijlinktvissen. Zo kunnen ze het ettelijke minuten volhouden en het afzetten van de eieren gaat gedurende weken aan één stuk door. De eitjes lijken net zwarte druiventrossen. De grote aaibaarheidsfactor maakt hen tot lieveling van de duikers.
Natuurlijk mogen we de kleinste onder de inktvissen niet vergeten, de Sepiola. Dertal zwemmende diertjes laag over de bodem op zoek naar een partner, maar bij gevaar graven ze zich in het zand. Dit schattig kleine inktvisje kan je het meest bewonderen tijdens de maanden juni tot september. Naaktslakken zijn in het voorjaar veel te zien. Het ontdekken van naaktslakken is tijdens het duiken als een kers op de taart. Zeker deze prachtige harlekijnslak, herkenbaar aan de 6 vingervormige rugaanhangsels op de halfronde kop. De boompjeslak, met zijn boomtakvormige papillen, een algemeen voorkomende slak die reeds bekend is sinds de 18e eeuw. Sierlijke limacias. Het slakje is makkelijk te herkennen aan de grote vingervormige aanhangsels aan de rand van de mantel. De kleurrijke Phacelina pedata die je eerder in mediterrane wateren zou verwachten dan in onze kontrijen. Ondertussen zijn de kleine donderpadjes al heel wat groter geworden. Ook de kleine snotolfjes zijn behoorlijk gegroeid en kan je nu gemakkelijk terugvinden. Hoe warmer het water, hoe rijker en uitbundiger het leven, vooral in het late voorjaar. De gehorende slijmvis met zijn grappig gezicht is nu volop te bewonderen. Het visje is heel nieuwsgierig en laat zich graag zien. Steenslijmvissen kun je meestal net onder de laagwaterlijn tot zelfs boven de laagwaterlijn vinden en zijn meestal verscholen in spleten of tussen wieren. Het harig porseleinkrabbetje is ook zo'n schuw diertje en leeft enkele meters onder de laagwaterlijn. Verscholen onder stenen komen zij zelden tevoorschijn en worden dus weinig door duikers opgemerkt. Naaktslakken zijn er nu wat minder, maar de Hermea bifida is er wel een heel mooie. Zij leeft van roodwier. Gelukkig kan je niet ruiken onder water, want de slak stinkt verschrikkelijk. Bruine plooislakken daarentegen zijn er nog in overvloed te vinden. Ze zijn in diverse kleuren te bewonderen op de mooie, kleurrijke Botryloides zakpijp. Voor deze priktolgoren zal je wat geluk nodig hebben. Ze zijn zelden te zien. De priktolgoren houdt van rotskust en hij is dan ook te vinden op stortsteen van dijkversterkingen. Evenals zijn neef, de asgrauwe tolgoren, die kan je ook tegenkomen in getijdenpoelen waar hij vaak onder stenen en tussen wieren beschutting zoekt. Hoefijzerwormpjes vormen een wit tapijt bovenop een steen. Eigenlijk zijn het geen wormen, maar tentakeldieren die een kolonie vormen. Elk kokertje is een individueel diertje. Zeespinnetjes laveren voorzichtig over de oesters op zoek naar een beschut plekje. Het is een zeer teeroogend diertje met een dun lichaam van nog geen halve centimeter. De zomer vordert met rasse schreden en de herfst is in aantocht. Onze donderpadjes zijn weer flink wat groter geworden, al zijn ze pas na 2 jaar geslachtsrijp. De sepia en pijlinktvisjongen groeien als kool en kan je nu bij elke duik bewonderen. Natuurlijk mogen we onze speciale gasten, de kortsnuitzeepaardjes, niet vergeten. Zij hebben het zo te zien best naar hun zin in de Zeeuwse wateren en schijnen zich vlot voor te planten. Aan de dikke buikjes van de mannetjes te zien dan toch. Nog zo'n speciale gast is het ongevlekte koffieboontje. Het diertje is ongeveer 1 centimeter groot en wordt dus zelden opgemerkt. Het leeft hoofdzakelijk van samengestelde zakpijp. Zoals deze grijze korstzakpijp of druipzakpijp die nu in grote hoeveelheden voorkomt.
Het is vooral te herkennen aan de specifieke schelpvorm, die op een halve koffieboon lijkt. Tot voor enkele jaren waren er enkele fossiele lege schelpen of aangespoelde exemplaren op drijvende voorwerpen gemeld. Sinds 2000 zijn er nu een tiental meldingen van levende dieren door duikers waargenomen. Ook een liefhebber van druipzakpijp is het glasmuiltje. Dit slakje heeft een dunne, spiraalvormige, inwendige schelp waar een niet intrekbare mantel overheen zit. De schelp is dus niet te zien en daarom lijkt het diertje eerder op een naaktslak. Garnalen zijn er nu in overvloed. Vooral de steurgarnaal komt veelvuldig voor en ook zijn broertje, de veranderlijke steurgarnaal, kan je overal bewonderen in steeds andere schutkleuren, aangepast aan de ondergrond waarop hij zich voortbeweegt. Overal zwemmen er vissen. Kabeljauw. Zeebaars. Harders. Lipvissen. Enzovoort. Palingen worden het meest gezien tijdens zomer- en najaarsduiken. Ze kijken nieuwsgierig vanuit hun schuilplaats en wachten geduldig op een mogelijke prooi. Ze gaan ook vaak actief op jacht. Al gauw komt de winter weer in zicht en kan deze cyclus weer van vooraf aan beginnen. Uiteraard hebben we slechts een klein deel van de vele interessante dieren en waarnemingen in de Zeeuwse wateren belicht. Elke duik laat weer iets anders of iets nieuws zien. We kunnen u alleen maar aanraden eens onder te duiken in deze prachtige wateren en mee te genieten van al het moois in deze bijzondere wereld van de zeedonderpad. Vele dieren komen naar de Oosterschelde om er te paren. Ze heeft dan ook een belangrijke functie als kraamkamer van de Noordzee.